We zijn op de Open Monumentendag zijn we even in het oliemolenkwartier gaan kijken. En dat is een boel te doen. Een hoop monumenten die daar te zien zijn, onder andere van de NS. En we gaan er een paar bekijken. Nou, ik sta hier bij iets heel moois. En hier zit een machinist. Die zit hier op een heel klein locomotiefje. Is dit hobby? Ja, pure hobby. En is dit een diesellocomotief? Nee, stoom. Stoom. En is die van iets nagemaakt? Ja, van een Engels model. Oké. Okay. Hey, het leuke is, op deze monumentendag kunnen er wat mensen meerijden. Ja. Aan de andere kant zie ik ook nog een andere lokje. En daar zit 200 zeer. Oké. Okay. En zo kunnen we in ieder geval heen en terug komen, begrijp ik. Ja. Nou, einde van de route. We hebben het klimmetje gemaakt. We moesten echt een trapje op om naar boven te komen. En nu gaan we dus naar de cabine van de machinist. Goeiedag. Hallo. Vathorst TV. Nou, ja. Kijk aan. Nou, we waren nu nieuwsgierig wat voor monumenten hier allemaal zijn. Ja, dit is een monument uit de jaren 50. Ja. Wat nog gebouwd is in Nederland door Nederlands, de Nederlandse industrie. Echt waar? Dat is een diesellok 2200. Oké. Okay. Dieselmotor die een grote generator aandrijft. Ja. En de elektromotoren worden dus door die stroom gevoed, waardoor de boel gaat rijden. Oké. Okay. En wie maakte vroeger deze? Dit is gemaakt door Allan in Rotterdam. In Rotterdam? Ja. Was dit de plek van de machinist? Dit was de plek van de machinist. Nou, het is een cabine, dus je hebt hier een stuurstand, ja, voor de trein, als de trein die kant op reed. Oké. Okay. En dit is wat hij dus zag? Dit is wat hij zag. Oké. Okay. En op het moment dat hij door een bocht heen ging en hij moest weten dat de wissels goed lagen, kon iemand naar de andere kant. Wat zie ik hier voor de rest? Wat zijn dit voor dingen? Dit is voor de rijrichting. Welke kant erop wil. Ja, voor of achteruit? Vooruit of achteruit. Hiermee kunt u de toerental van de dieselmotor regelen. Ja. En ook daarmee de snelheid, of? Ja, nou inderdaad, hoe sneller de dieselmotor draait, hoe meer vermogen erop gewekt kan worden. Ja. En hoe sneller de motoren kunnen draaien. Ja. De zaak is wel bij dat daar de amperemeter bij in de gaten wordt gehouden. Want ja, je kunt natuurlijk, als je een zware goederentrein achter had in het verleden, ja, dan kon je dat niet natuurlijk ongelimiteerd uitsturen. Ja. Dus werd dus wel zaak om de amperemeter om die in de gaten te houden, dat je niet die motoren opblies. Oké. Okay. En dan... Waren dit een soort remmen of zo? Nee, dus links is de dode man, die dus bediend moet worden. Deze? Ja. En daar stond zijn voet altijd op? Daar stond zijn voet op en elke minuut moet je die even loslaten en weer indrukken. Ja, ja. Om te laten weten dat je nog aanwezig bent en oplettend bent. En wie heeft dit allemaal verteld? Dat is Jasper Glas. Ik ben vrijwilliger bij de Stichting Historisch Dieselmaterieel. En ik hou me voornamelijk bezig met de elektrische zaken. Oké, hartstikke goed dat ze zulke mensen hebben. Ja, nou ja, we doen ons best met een ploegje en we zijn nog op zoek naar vrijwilligers, dus mochten er nog mensen zijn die zin hebben om wat te sleutelen in allerlei vakgroepen, van harte welkom. Jasper, bedankt. Graag gedaan. En succes met de club. Dank u wel. Nou, hij gaat hem starten, Jasper. Benieuwd, wat een hoop gebouw. Zo, mensen. Hallo. Nou, vroeger dacht men waarschijnlijk anders over luchtvervuiling, maar deze zou denk ik nou niet meer mogen rijden. Maar het werkt wel allemaal, dat is wel leuk. Hier zijn we in een soort tent beland en hier staat zoals u ziet nog iets wat gerestaureerd moet worden. Het is helemaal gestript. Ik kan eigenlijk niet zien dat het ooit een trein is geweest, maar het zal wel. Met omknappen, alle ramen zijn eruit, want ze zijn aan het stralen geweest. Ja. Mijn vader en nog een paar mensen. Ja. Daar moeten de ramen eruit, omdat er kleine steentjes tegen de trein aan worden geslagen. En dat kan makkelijk door de ramen dan slaan. Ja. We zijn en, ook met echt... En wat zei je nou? Wat is dit voor een... Hondenkop 4. De hondenkop 4? Dat is de enige... hondenkop 4 die nog te bestaat. Die er nog bestaat, de rest is allemaal al opgedoekt. Ja. En die zijn jullie nou aan het restaureren? Ja.
Nou, ook dit is er te vinden in het oliemolenkwartier. Gaan we eventjes kijken wat hier te doen is hier binnen. Nou, nooit geweten, maar we hebben hier een compleet circuit met gebouwen daaromheen en trapwagens. Dat vind ik ook heel grappig. En ja, dit is de oude wagenwerkplaats van de NS, waar dus allerlei monumenten gerestaureerd zijn en waar andere ingetrokken zijn momenteel. Dus een herinrichting, zeg maar, van het terrein hier, het oliemolenkwartier zoals het genoemd wordt. Een geheel gerevitaliseerde ruimte. En daar zit jij in en jij bent? Serge Vonk van IMOS, van het bedrijf dat hier gevestigd is. Ja, want ze hebben dit stuk hebben ze omgebouwd tot kantoorruimte. Ja. Waar het eerst zo was, ongeveer, hè, dat beeld, is het dus omgetoverd tot een ja, heel mooi, modern kantoor. En ja, dat is leuk om te weten. En IMOS is een architect of ontwerpbureau, zei je me heel snel. Ja, een ontwerpbureau op het gebied van stedenbouw, landschap en buitenruimteontwerp. Ja, ja.